Hi, wij zijn de cast van Oogappels. Ik ben Sam en ik speel Dina in de serie. Ik ben Maas en ik speel Mees. Ik ben Juna en ik speel Hansje. Ik ben Vera en ik speel Pip. Ik ben Noah en ik speel Danny. En ik ben Suzanne en ik speel Lieke. En op 22 december is de Oogappels kerstspecial Kerstappels te zien op NPO Start en NPO Plus. Dus welkom bij ons kerstfeestje. Ja, 3. 2. 1. Proost. Hey, op een vrolijk kerstfeest. Een vrolijk kerstfeest. En een cheers special. Oh, kijk. Dit is leuk. Deze mag weer terug naar jullie. Ja, nou ja, of je mag een kerstboom. Heel leuk. Ik heb set de baby. Maar wil je daar ook nog dit bij op je hoofd? Ja, nee. Nu begint het wel een beetje ons feestje te worden. Ja, dit is geen muziek. Sam, dit vind ik wel een leuke voor jou. Mm-hmm. Welke kerstnummers staan bij jou op repeat? Dat is echt onaardig. Waarom? Want jij was net heel erg in de stress over dat je net geen enkel kerstnummer kent. En dan ga je die aan mij stellen. Hij dacht, yes, ik heb hem. Ja, precies, yes, ik heb hem, maar ik hoef hem niet zelf te beantwoorden. Nee, nou ja. Het is goed. Wij vierden eerst altijd Sinterklaas en toen kwam opeens kerst erbij. Ik weet niet precies. En toen heeft mijn moeder een soort hele foute kerstcd ooit gevonden. Ergens. Ik denk echt in de supermarkt ook. En er stond een soort vrouw op. Beetje porno bijna, volgens mij. Ongepast eigenlijk. Met zo'n heel kort jurkje. En dat waren allemaal van die echt wel bekende kerstnummers die dan een beetje R&B gemaakt waren. Dus alles was een soort van... Een hele lage, rare stem, zo'n driving home for Christmas. Maar dan zo, yeah. Ertussen, weet je wel, dat je ook denkt. En die konden wij dan allemaal meezingen. Dus ik denk dat die hele cd stond gewoon bij mij op repeat. Mijn moeder is wel fan van de kerstnummers. En er stond altijd Sky Radio op. Oh ja. En toen vond ik, hoe heet dat nummer? Michael Bublé. En die had altijd zijn remixen van oude kerstnummers. Jingle Bells. Oh ja? Drive Home for Christmas. En ik vond hem, mijn punt is, ik vond hem vond ik altijd wel echt goed. Dus ik vind wel dat er een soort opleving in kerstmuziek mag komen. Ik vind wel dat het nu al toch elk jaar weer dezelfde kerstmuziek is. Ik ga voor de klassiekers. Ik denk dat ik heel veel mensen pijn ga doen. Maar als Mariah Carey of zo. Even naar de maan mag. Even naar de maan toch. En dat weer een nieuwe soort Mariah Bang Carey. Misschien weet je welke ook mag? Te hard. Mistletoe van Justin Bieber. Die mag naar de maan. Daar dat mag naar de maan. Misschien mag Justin Bieber naar de maan. Ja. Of ga ik nu iedereen hier... 1, 2, je? Oh, oké. Dit is... We gaan weer terug. We hebben het te veel over de kerst. We gaan het even hebben over de kerstspecial kerstappels. Oh, dat is ook wel belangrijk, ja. Dat is leuk. Zet je bril maar even af. Lieke, Suzanne. Lezen. Ja? Maakt jouw personage iets bijzonders mee? Ja. Obviously. Ja, maar wel echt. Lieke die werkt namelijk in een bar. Maar mag je dingen verklappen? Ja, want het zit in de trailer. Ik ga met een vrouw zoenen. Zit het in de trailer? Ja, het zit in de trailer. Ik ben zo blij ook. Daar gaat gewoon mijn hele lijn is gewoon. No surprise for you no more. Oh, echt? Dat stopt alles in de trailer. Ja, dus ik denk dat wel best wel... Bijzonder. Bijzonder is. Ja, voor Lieke zijn er dan, hè, aangezien zij... Tot nu toe, 4 seizoenen lang, altijd op mannen viel. Ja. Maakt jouw personage iets bijzonders mee? Ja, de kerstboom wordt even half afgezaagd, denk ik, ben ik bang. Maar dat weet ik nog niet, 100% zeker. Is het metaforisch? Het is metaforisch. Nee, dat was metaforisch bedoeld. In de zin van, ik denk ik kom met een nieuw gezegde of zo. We zagen de kerstboom half af. Ik bedoelde mij denk ik te zeggen dat het... Je wilde eromheen praten, maar ik wilde eromheen praten. Ja. Nee, het was een goede metafoor. Het was een afgezaagde kerst. Kijk. Oh, ja. En Maas, jij? Ik denk dat mijn personage voor het eerst wel een heel soort fijne gemoedstoestand. Maar dat is sowieso leuk, want jij hebt dat nu ook. Toch dat net een beetje dat jij opeens heel erg zo je ding vindt. Ja, dat en is dat wel leuk. Is denk ik ook deze kerstspecial vind ik denk ik ook mijn ding. Ja. Hey. Hele weekend pizza uit en film kijken. Ja, man. En wat vind je leuk om te spelen? Zeg maar de troubled guy of de... Nou, ik ben wel... Ja. Ik weet wel eigenlijk wat ik wil en een soort van die kant. Die kant wel echt. Ja? Ja, ik vind het een beetje... Toch als je altijd zo in dat... De boze en dat negatieve blijft hangen. Dat ja. Ja, in mijn part is dat ook niet het meest realistische beeld. Ik denk dat je nu met die leeftijd die mee is, dat die opgroeit...
komt er ook een bepaalde verantwoordelijkheid en groei bij. Ja. En dus ik denk dat dat ook interessanter is om te spelen. Maar vieren jullie ook echt kerst, zeg maar? Het idee van kerst. Ja, met Jezus en zo. Nee. Ja, goed, zo. Nou, dat is dus wel grappig, want mijn vader die is Marokkaans en moslim. En mijn moeder is Nederlands en Joods. En wij vieren dan, we hebben nu al een aantal jaar dat we dan wel met elkaar dus kerst vieren. Wat best wel geinig is, want het is een soort van natuurlijk heel christelijk feest. Ja. En, maar dan gaat alles ook door elkaar. Dus dan, er wordt Marokkaans gesproken, er komt allemaal eten. Dat totaal niet kerst echte eten, weet je, dat soort dingen. Of laatst was er ook dan, mijn moeder die geeft les aan vluchtelingen, Nederlands. En die, toen hadden ze ook twee jongens die totaal zeg maar geen Nederlands spraken. Dus die gingen dan in het Arabisch met elkaar. En het was gewoon een heel ratje toe van mensen. Random, maar wel kerst. Maar dat vond ik heel erg kerst. Dat is toch ook waar kerst om gaat. Ja. Dat is toch een beetje het idee van je... dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Met Welke van je co-stars zou iets politiek incorrect zeggen aan de eettafel? Nou, ik vind wel iemand, dat is mijn opa, die Peter Bolhuis. Hij zeker weet. Ja, 100%. Echt, die flapt er alles dus uit. Dus Peter, als je luistert... Ja, zonder ook maar rekening te houden met iedereen. Dus, maar wel, hij is heel erg lief. Er klopt vast geen zak van, maar in mijn herinnering sneeuwde het altijd. Ja. Met welk oogappelspersonage zou jij wel eens een kerstkoekje willen eten? Is dat iets romantisch dan? Ik denk wel. Beschuitje. Oh ja. Beschuitje. Nee, maar dat was de vertaling ervan. Ik kwam er met een metafoor, jongens. Ik denk de pa van Jeroen. Jeroen, dus hoe heet hij in de serie? Ik ben even zeggen. René. Ja, nee, in de serie. Hoe die... Jouw man. Opa. Nee. Opa. Oh, Tim. Jeroen. Tim. Ja, de vader van Tim. Dat vind ik echt een gouden man. Ja. Hij is heel leuk. Hij heeft altijd echt perfecte opmerkingen en zo. Ja, dat klopt, hè? Dat is wel waar, ja. Het is niet helemaal wat er bedoeld wordt, maar het is niet, ja, niet romantisch. Nee, maar verder, nee. Nee. Je bent daar eigenlijk gewoon stellen op wie ben je eigenlijk stiekem verliefd. Ja, precies. Van de kast. Dat is eigenlijk ja, daar gaat het dus mis. Nou, ik heb nog nooit iets met jou gedaan. Je weet wat er in de kerstappels gebeurt. Je maakt echt gouden tv nu. Je gooit er even op. Waarom hebben wij nog nooit... Nee, maar ik bedoel, wij hebben nog nooit... Wij hebben nog nooit ook tegen elkaar gepraat. Nee, überhaupt. Letterlijk nog nooit. Huh? Nee, de enige is wat ik heb ooit tegen over Hansje heb gezegd, is dat meisje die naaktfoto's heeft. Die naaktfilmpjes gestuurd. Ja. Naaktfilmpjes? En dan wil jij dan... Ja, die heb jij gekeken. Nee, maar dat was dus een constatering. Oh. Ja. Ik vond het zielig. In de scène. Niet in het echt. Wie wil? Daar gaan we. Welke goede voornemens heb je waar je je eigenlijk niet aan wil houden? Dat zijn er een aantal. Nee, ik ga gezonder leven. Ik moet gewoon lachen. Dat wil je niet aan houden. Ja, ik hou gewoon van een drankje doen. Minder drinken zou een goede zijn. Ja, minder hard feesten. Maar ja, ik weet dat ik dat toch niet ga doen. Dus hoe zit dat bij jou, Suus? Nou, ik heb eigenlijk nooit goede voornemens. In heel januari zie je heel de wereld joggen op straat. Ja. En in februari is het klaar. Ja, dan is iedereen gewoon weer thuis. Dus allemaal op vader's dag iedereen chocola eten. Klaar. Ja. Welke van jouw co-stars kijkt alle kerstfilms? Ik zie nog geen lampjes van... Ik heb een leuke kerstfilm. Hoe heet die ook weer? Night Before... Christmas. Ik dacht, je gaat kerstappels zeggen. Oh, ja. Maar die kon ik nog niet zien natuurlijk. Dit vind ik een leuke. Oké. Okay. Suzanne. Oh, opletten nou. Als je moest kiezen, welk figuur zou je dan spelen uit de kerststal? Wie zit er allemaal in de kerststal? Je hebt de drie wijzen. Je hebt Maria, je hebt Jozef, je hebt de baby. Jezus. En dan heb je allemaal dieren. Je hebt schapen. Ja, precies. Je hebt, die mogen ook. En je hebt ook, mijn oma die heeft ook de engel nog boven hangen. Oh ja, de engel. Klopt. En de ster? Je hebt toch ook de ster? Ja, de ook... ster, dat is de engel volgens mij. Ja. Je hebt de drie wijzen uit het oosten? Ja. Die was al gezegd. Ja, die is al. Dat was de eerste. Scherp nooit. Maar thanks, hè, dat je dat nog hebt. Wil je een van die toevallig? Staat dit dieren?
gast. Nee, de hele stal. Oh. De hele stal. Ik hou mijn mond gewoon even tijd. Maar mocht spelen als in van, dan ga je daar gewoon staan? Of wat heb je dan te doen als personage zijn? Want anders wil ik wel gewoon Jezus zijn, lekker chillen in dat krimpje. Ik denk dat je gewoon, wie zou jij willen zijn? Ja, precies. Er staat spelen, maar ik zou zeggen zijn. Wie zou je willen zijn? Ik denk gewoon, doe maar een dier. Doe maar zo'n schaapie. Ik vind het wel lekker. Prima. Schaapie. Lekker rollen. Lekker ja. In de wei. Lekker chillen. Jij nog een van drie wijzen? Ik zou een van drie wijzen willen zijn. Die brengen de cadeaus. Dus het is niet alsof jij ze dan krijgt. Jij geeft ze weg. Ja, maar ik ben wijs. Oh, yes. Toch? Ja. Ja. Punt. Rechte studie. Oh ja. Ja, dit is een stelling. liever het hele jaar door kerst vieren of elke kerst alleen op een tropisch eiland zitten. Tropisch eiland, tropisch let's go. Eiland. Alleen, maar helemaal alleen. Ja, maar het zijn maar 3 dagen, 2,5 dag. Ja, maar het is toch het hele jaar... Oh, ja, nee, of dus liever... of het hele jaar kerst of tijdens of elke kerst. Kerst alleen. Ja, op een... maar ja, weet je wat het is? Op een eiland? Op een tropisch dag. Eiland, ja. Toch? Ja. Maar zullen we handen even handen omhoog voor... Tropisch eiland. Tropisch eiland, handen ja, omhoog. Ja, sowieso. Tropisch eiland. Jij niet? Ja, wel, toch? Maar kijk, jongens, als je het hele jaar kerst viert, is wel, het is wel gezellig. Maar het is niet, nee, maar het hele jaar door. Maar kerst, nee, maar kerst betekent ook ruzie en weet je wel, van die onderlinge... Als je dat het hele jaar hebt, mij niet bellen. Ja, nee. En het is dan niet meer speciaal. Nee, als het het hele jaar door, dan is het gewoon kut. Welke kerstlekkernij mag niet ontbreken tijdens dit kerstdiner? De kerstkoek. Ja, dit lijkt afgesproken te zijn. Ja. Lijkt wel, hè? Maken jullie wel eens zelf dingen voor in de kerstboom? Dat is ook best wel een kerstmisding. Ja? Dingen voor in de kerstboom toch? Maken? Doe je toch als je op de basisschool zit? Die krantjes. Oh, wow, ik werd even gedist door Noah. Doe je toch op de basisschool, man? Maak jij iets in de kerstboom? Maar. Maar bedoel je iets om te eten of... Ja, of je hebt toch wel dat je dan die kerstbomen, dan ga je hem versieren en dan maak je een briefje erin of je doet... Ja, niet per se eten. Nee, koekjes bakken die je dan zo er doorheen steekt. Nee. Maar jongens, welke kerstlekkernij mag er niet ontbreken? Of alleen maar de koekjes? Oh nee. Kerstbrood. Ja. Kerstbrood. Oh, dus dat toch? Dat vind ik ook lekker. Kerststol. Ja. Een goede kerststol. Ja. Ja, mijn papa maakt hem elk jaar zelf. Echt? Ja. Wauw. Wanneer word ik een keer uitgenodigd? Moet je naar mijn oma komen, kerstavond? Suzanne zei dat ik kon komen. Ja, ik mag komen. Oké. Maas, wat was je favoriete scène om te filmen tijdens kerstappels? Oh, ja. Dat is leuk, ga het even over kerstappels. Spoilers! Ik ga niet te veel zeggen, want dat gaat nog allemaal komen. Het gaat voor het eerst in de kerstappels, is er iets voor het eerst dat ik met Vera en met Aiko. En dat vond ik wel een leuke scène, omdat het voor het eerst echt alleen om de kinderen gaat. En niet dat er geen volwassenen bij zijn. Dus, ja, die. Nou jongens, fijne kerst. Merry Christmas. Hey, proost. Proost. Jij? Ja, ik vond het leuk dat we kerstdiner hadden, ongeveer zoiets geloof ik. En dat dan eigenlijk opeens al die familie die dan bij onze personages horen bij elkaar zijn. Dat vond ik heel leuk. En die mensen zijn gewoon heel leuk. Dus dan was je opeens weer met acteurs die je eigenlijk nooit ziet. Dat is super gezellig met Beppie en zo. Dat is gewoon dat je denkt, oh ja, jullie zijn eigenlijk in de serie familie, maar je ziet ze bijna nooit. Dus dit is wel, dat vond ik heel leuk. Ik vind het heel leuk dat, we hebben op een gegeven moment, het is uit met Bob in de laatste, voor de mensen die, nou ja. Ja, in ieder geval, jawel, het is al op tv geweest, maar goed. Het is dan uit met Bob en eigenlijk heb ik nog helemaal geen moment gehad met Merel. Om het daar wel met jou dat ik moest huilen, maar helemaal niet met haar. En in kerstappels hebben we een heel fijn, mooi moment. En dat vond ik wel heel lief. Ik dacht van oké, ook nog even. Ze houden wel gewoon heel veel van elkaar. Ja, dat vond ik heel leuk. Fijn. Ja. Nu is het moment om te huilen. Het komt al hoor. Niemand. Oké. Maas, je mag 1 oogappelspersonage een cadeau geven. Wie wordt het en wat geef je? En ook waarom? Ik denk dat ik dan voor Nina zou gaan. Ja. Omdat ik toch wel qua thuissituatie zei het altijd wel zwaar heeft gehad. Zeker tijdens kerst. Dus ik zou haar graag een cadeau willen geven dan. Aiko. wat het zou worden vind ik lastiger.
Maar in ieder geval zou ik haar wat geven om tijdens kerst haar te supporten. Omdat ik denk dat zij tijdens kerst, van qua personages, ja, het zwaarst heeft. Ja. En jij dan? Nou, ik denk als ik kijk naar wat we nu hebben gedraaid voor het voor aankomend seizoen, dan zou ik Tim wel een cadeau geven. Want ik ben echt on fire. Dus het is echt heftig. Die vrouw is echt boos dit seizoen. Dus, iets om hem een beetje en dan, te doen. En, ja, en wat dan? Een dagje weg of zo. Of dan, van haar. Ja. ja, een dagje weg van haar. Wat zou hij leuk vinden, ja? Ja, het is tenslotte je man, hè? Het is mijn man. Ik weet wel dat Jeroen het denk ik leuk zou vinden om naar een concert te gaan of zo. En het personage zou... Ik denk dat ik hem nou naar de sauna zou sturen. Maar dan jij niet mee? Nee, weg van die vrouw. Die is altijd boos dit seizoen. Dus ik zou dat doen. Oké, team foute kersttrui of team chic? Kersttrui is omhoog, chic is naar beneden. Ga je daar aftellen? 3, 2, 1. Chic. Ja. Ik ben ook chic. Dus alleen Suus. Ja, wat is jouw beste foute kersttrui dan? Heb ik niet. Ik wou net zeggen niet. Nee, maar ik ga ook nooit chic. Ik vind dat, dan ga je eten en dan zit je in zo'n strak jurkje of glitter. En glitter geeft af en het jeukt altijd. En die stoffen zweet je altijd heel erg in. Maar dat hoeft toch niet dat te zijn? Maar dit is toch ook chic? Dit is chic. Weet je hoe erg ik zweet, jongens? Ja. Kerstkaarten versturen, jee of nee? 3, 2, 1. Jee. Jawel, echt een dikke ja. Ja, maar doe je het? Ja. Ja, doe je het? Ik maak met vrienden maken een kerstkaart. Oh, maar stuur je dan fijne kerst. Ja, stuur je dan leuk. Je doet een leuke foto erop. En dan ga je schrijven. Ja, dat doe je met een pen. Ja, nee, dat doe je niet zo. En dan stuur je dat en dan, dat is toch leuk. Mijn vrienden van mijn vorig jaar hadden het dus helemaal gevuld met dennennaalden. Dus dan deken hem zo open. Oh. En dan, dat is wel leuk. Ja, je hebt ook mensen die elk jaar dan een nieuwe foto maken met elkaar. Weet je, dat vind ik ook wel grappig. Oké, wie geeft jouw personage een kus onder de marentak? Weet iedereen wat een marentak is? Dat is een mistletoe. Die van mij zou denk ik... Ook het laatste seizoen kwam Kim heel vaak weer terug. Oh, ja. Waar Danny niet heel veel gevoelens voor had, maar wel heel erg veel empathie voor had, veel die meeleefde. Dus ik zou haar wel een dikke smakket willen geven. Of het, nee, maar wel een kus van het komt wel goed. En een kus op de bank. Een kus op de bank. Het komt wel goed. Friendzone. Zo. Zit er daar zo op. Wat zei je? Is zo opgenomen. Want ik... Komt wel goed. Nee, maar een knuffel, weet je? Nee, het is een kus. Nee, ik bedoel een hoe zeg je dat? Als een vriendschappelijk? Een hart onder de riem steken. Een hart onder de riem. Oh, wat gooi je er mee? Een hart onder de riem kus. Allemaal uit, jij? Ik denk... Die vrouw. Die vrouw. Die vrouw uit de trailer. Mijn collega. Ik denk dat Hansje wel een beetje eenzaam is, dus ik denk dat ze wel het liefst toch wel Bob een kusje zou willen geven. Ja, ook al heeft ze het uitgemaakt. Jeroen. Ja, Jeroen. Ja, ik ja. Nina, denk ik toch. Er blijft altijd een tension. Sam? Ja, ja. Dan hebben we echt een heel groot probleem. Ja, ik denk Tim, ja, dat denk ik, ja. wat is het slechtste cadeau dat je ooit kreeg, Noah? Ik heb wel eens een van mijn... Toen ik weer klein was, toen kregen we ook nog... ik was vroeger niet zo van spelletjes, behalve voetbal, vond ik wel leuk. Maar toen kreeg ik van mijn oma of van mijn tante... Nou, in ieder geval niet van mijn ouders, maar van buiten familie. Maar dan kreeg ik een sjoelbak. Dat vond ik niet zo leuk. Ik wist toch dat ik heel graag een
had je, je had dan zo'n voetbal en dan had je, daar kon je, die kon je dan aan je enkel doen. En oh ja. Die had ik gevraagd. Oh die man, toen kreeg je shoebak. Jezus, Mina joh. Ja. Ja. Zie ik er wel hoor. Ik heb hem nog wel, we hebben hem nog wel overigens. Ik heb hem niet gelezen. Echt? Ja, wow. Maar nu, en nu is hij wel leuk. Best leuk toch, shoelen? Ik heb wel eens een keer geshoeld. Ja. Okay. Nee, maar vind je het leuk? Goed politiek ook. Ja. Ja, prima. Ja. Ja, ik kreeg wel een tijdje van mijn vader en mijn stiefmoeder zo'n cadeaus die echt 5 of 6 jaar onder je leeftijd zijn. Oh, weet je wel? En dat je dan iets kreeg, nee, ik weet niet, was ik 12 en dan kreeg ik iets, een kleurboek van Pinocchio ook, zeg maar wat. Weet je wel? Dat je dan ook denkt, oh, wat leuk! Ik weet niet precies wat ik hiermee moet, maar dank je. Weet je wel, zo heel raar. En toen heb ik dat volgens mij op een gegeven moment wel gezegd van, dit hoef ik niet. Ja, dat. Even kijken hoor. Te veel heb ik er nou of niet? Nee, iedereen heeft er één. Oké, wacht even. Wacht. Kijk, jij pakt dus nu mijne van. Zo. Oh ja. Maar we hebben een hele grote taal. Zo. 3, 2, 1. Oh, wat? Nou. Ik heb er één. Wat was dit? Oh, twee. Ik heb iets. Er zit bij mij iets in. Ik heb prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. Ach. Ook naar alle kijkers. 22 december. Kerstspecial kerstappels oogappels. Het leven is net een kerstboom. Je moet zelf de versiering erin hangen. Elke nieuwe dag is een cadeau, klaar om uitgepakt te worden. Hallo. Nieuw jaar, nieuwe kansen, dus laten we feesten, laten we dansen. Ik wens voor jou en alle mensen een vervulling van je stille wensen. Oh. Ben jij inmiddels nou ook zo enorm benieuwd naar de oogappels kerstspecial kerstappels? Bekijk hem dan vanaf 22 december op NPO Start of NPO Plus.